En dan zien mensen die foto en dan zeggen ze van, ben jij dat? Het lijkt je moeder wel. Dat kan toch niet? Ik zeg ja, maar dat is echt zo. En dan is alleen alle reacties die je krijgt is volop respect. En alleen maar lovende woorden over wie ik ben, hoe als ik er nou uitzie. Ik ben Saskia, ik ben 33 jaar en woon in Stadskanaal. Ik werk in Emmen bij een glasfabriek, wij maken ramen. Ik mag graag tennissen en ik ga graag naar de sportschool. Saskia was voordat zij met Cambridge begon altijd voor de buitenwereld heel erg vrolijk en absoluut altijd een masker op van het gaat altijd wel goed met me, maar diep van binnen was ik helemaal niet gelukkig met mezelf. Ik baalde van mijn overgewicht. Ik baalde ervan dat ik niet het perfecte plaatje was zoals mensen dat graag zien. De eerste keer dat ik bij Christy kwam, mijn consulente, toen had ik gelijk een gevoel van ik denk hier voel ik me thuis. Saskia is een lekkere, gekke, uitbundige losbol. Dus we hebben ook buiten dat we ook af en toe serieuze momenten hadden in de praktijk ook wel echt gigantisch gelachen en leuke momenten beleefd. Na een week dat ik was begonnen met Cambridge kwam ik terug bij Christy en toen ging ik op de weegschaal staan en wat ik toen zag, ik dacht van nou ik geloof mijn eigen ogen gewoon niet. Dat dit gewoon kan gebeuren na één week, dit geeft mij echt hele goede moed om door te gaan met hetgeen waar ik nu mee bezig ben. Ik blijf op gewicht door, uiteraard heb ik mijn voeding aangepast. We weten allemaal waardoor het komt. Elk pondje gaat door het mondje. En ik ben heel erg bezig met sporten. En sporten en voeding en daar de juiste combinatie van is hetgeen wat mij op gewicht heeft laten houden. Het verschil voor mij met het gewicht wat ik hiervoor had en het gewicht wat ik nu heb weten te behouden is dat ik gewoon veel losser in mijn vel zit. Ik vind het leuk om dingen te doen. Ik ben enthousiast. Ik mag graag naar de sportschool gaan en nu ben ik gewoon blij met wie ik ben en kan ik mezelf met respect in de spiegel aankijken. Iedereen reageerde natuurlijk hartstikke positief. Gewoon, wat zie je er goed uit? En maar altijd weer het zinnetje erachteraan van ik hoop dat je het volhoudt en dat je zo blijft. Ik heb volgehouden. Ik heb een stuk wilskracht, doorzettingsvermogen en echt je levensstijl veranderen. En ja, ik kan nu na 5 jaar zeggen van kijk, hier sta ik en ik heb nog steeds mijn gewicht wat ik destijds ook had. Mijn leven is heel erg veranderd. Ik ben verhuisd naar een andere woonplaats, een nieuwe relatie en ik ben echt op mijn plek hier. Ik doe allemaal leuke dingen met mijn vrienden hier zo. Genieten samen van de kleine dingen en van de grote dingen. En ik ben echt een bevoorrecht mens dat mij dit is overkomen.